Welkom bij deze nieuwe video. Ik wil jullie vandaag gaan laten zien hoe je shortcuts kan maken op een iOS toestel. En ik zag op Tweakers een forumpost van TF0, als ik het goed zeg, zag ik voorbij komen. Die had wat widgets gemaakt op zijn iPhone. En ik heb al vaker gezien dat mensen dat graag wilden. Dus ik heb het eventjes uitgeprobeerd en bij deze ga ik het jullie ook uitleggen. Voor deze shortcuts heb je twee dingetjes nodig. Je hebt een opdrachten-app nodig uit de iOS Store. En je hebt een webhook manager app nodig uit de Homey Store. Dus ik zal even de linkjes onder in de beschrijving zetten. En als je die geïnstalleerd hebt, dan kan je verder gaan met deze video. We gaan als eerste eventjes beginnen met het opzoeken van een token die we nodig hebben uit de Webhook Manager app. Als je de Webhook Manager app hebt geïnstalleerd, dan komt die hier bij je apps te staan. En als je erop klikt, dan kan je naar configureer app. Klik je daar weer op. Dan wordt de instellingenpagina geladen en dan zien we hier boven zien we een URL staan. Aan het einde van deze URL staat een token. Deze token die hebben we nodig. Die token die moet je eventjes ergens opschrijven of ergens kopiëren en plakken, want die hebben we zo meteen nodig in de opdrachten app. Zoals je dat hebt gedaan, dan gaan we nu door met het volgende onderdeel en dat is het maken van een flow. Nu zijn we in de flow editor en we gaan een nieuwe flow maken. Beginnen we bij de naam. Ik zeg dus intercom. En dan gaan we naar de als kolom. En dan ga je de webhook manager app opzoeken. Als je die hebt gevonden, dan doe je als trackart. En dan kan je aan de rechterkant kan je een naam geven. Deze naam die hebben we straks ook weer nodig in de opdrachten app. Ik vul je nu intercom in. En dan gaan we door naar de dan kolom. En dan zeggen we start een flow. Kiezen we die. En nu kunnen we aan de rechterkant kiezen welke flow we willen hebben. Dus ik zeg intercom open. En als ik hem nu opsla, komt hij hier netjes rechts aan de linkerkant in het lijstje te staan. En kunnen we hem gaan gebruiken. Dan gaan we nu door naar de opdrachten app op iOS. Als je de opdrachten app opent, dan maak je een nieuwe opdracht aan. Dan voeg je de kaart URL toe. En vervolgens plak je deze URL daarin. Dan voegen we nog een kaart toe, haal inhoud op van URL. Als je die toegevoegd hebt, dan kan je rechts boven in de hoek op de twee schijfjes klikken. Vervolgens kan je de naam wijzigen. Dan kan je het symbool ook nog wijzigen. En dan klik je op zet op een beginscherm. Dan volg je de instructies die in het scherm komen. Hier kan je ook de naam eventueel nog wijzigen. Dan zie je dat hij op de bureaublad komt. Als je dat tikt, dan zal je zien dat hij netjes mijn portiek opent. Zo maak je dus widgets op een iPhone of iOS apparaten. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren en dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.